Love Surprises Suriname is de naam van het nieuw bedrijf van kleinondernemer Vanity Doorson. Deze zaak is gisteren in klein verband feestelijk geopend. Volgens de oprichter is het initiatief voor haar bedrijf ontstaan omdat ze ervan houdt anderen blij te zien. Het idee is dus mensen te verrassen en tegelijkertijd vrolijk te maken. Iedereen kan dus voor elke gelegenheid bij haar terecht. Daarom ook de naam Love Surprises Suriname, zegt Doorson. We houden ons bezig met het in de bloemetjes zetten, verrassen van je geliefde, bij welke gelegenheid dan ook. Het kan zijn iemand die jarig is of iemand die ziek is of gewoon iemand die u wil bedanken. Of iemand die met wie u het misschien wil goedmaken, etc. Bij elke gelegenheid kunt u ons inhuren en dan komen we met een leuk pakketje. Ik kom een taart met vuurwerk, een mooie ruiker krijgt u ook van ons en een kaart waarin we u boodschap, dat kan zijn een felicitatieboodschap of een bedankboodschap, etc. kunnen bemoedigen, bewoedigingsboodschap kunnen schrijven. En ja, dan gaan we er naartoe. Het geheel duurt maar kort, 15 minuten. Doorson geeft verder aan dat ze al 3 jaar bezig is met deze verrassingen. Volgens haar zijn er, ondanks de moeilijke situatie in het land, toch mensen die anderen blij willen maken. Doorson geeft aan hoe het in de afgelopen periode is toegegaan. Ja, ik heb om en bij 2,5 jaar tot 3 jaar ervaring met mensen verrassen. Het waren leuke momenten. Je hebt soms minder leuke momenten, maar die zijn toch ook leuke momenten voor mij. Omdat het gevoel van waardering die de persoon voelt op dat moment doet me goed. Snap je? Dus ik weet het, ik heb er bijna geen woorden voor. Hebben jullie misschien ook wat sociale projecten in mind ten aanzien van verrassingen? Ja, sowieso. Wij zijn sociaal bewogen. Morgen hebben we ons eerste sociaal project die we gaan uitvoeren bij de Kennedy School. In samenwerking met Kiwanis Club Toertonnen. En ja, we zijn heel sociaal bewogen, dus mensen gaan heel veel van ons zien. Op sociaal gebied zoals gewoon een normale verrassing. Dat is dus Vanity Doorson, oprichter van Love Surprises Suriname. Ze heeft gisteren haar nieuw bedrijf feestelijk geopend.